Arantje verliest met FC Molenen in Rotterdam van TPP. Nederlagen komen nooit uit, maar deze wel helemaal niet, denk ik. Nee, deze helemaal niet. Met deze nederlaag verspelen we onze laatste kans op de play-offs. Er is nog een theoretische kans, maar het wordt nu heel moeilijk. En als ik eerlijk ben, hebben we hem ook terecht verloren. Ja, want dat wilde ik gaan zeggen. Het besef was er niet echt, hè? Denk dat jullie deze wedstrijd moesten winnen. Ik weet niet, wat was er een rommelige voorbereiding. Met winterse weer in Noord-Holland was het nog haasten. En vlak voor de warming-up kwamen spelers aan. Dus de voorbereiding was al niet optimaal. En ik zag het al in de kleedkamer op een of andere manier. En we kwamen gewoon niet in de wedstrijd. Het was lastig. En zeker een ploeg als TPP. Thuis kom je voor met 1-0. Ja, en dan moet TPP het gaan maken. En nu was TPP heel gevaarlijk in de counters, maar ook in de 4 tegen 4 waren wij niet scherp. We kregen goals tegen die we normaal niet tegen kregen. Dus het heeft te maken met de kwaliteit van TPP, maar ook zeer zeker met, ik weet niet wat het was, een soort lamlendigheid. Ja, het wist een beetje enthousiasme, wat je bij TPP wel zag. Nou, het was meer dat het geloof in eigen kunnen verdween. Dat je dus slecht start en dan tegen die achterstand oploopt. En dan probeert een gaatje te vinden en dan erachter komt dat TPP gewoon goed staat te verdedigen. En dat je dus heel veel geduld moet hebben. Maar in plaats van geduld was het te tempo laag en probeerden we toch te prikken en liepen we tegen de counters aan. De eerste 5 minuten in de tweede helft waren misschien wel cruciaal, hè? 2 goals van TPP. Ja, wij claimen handsbal en het spel gaat gewoon verder en de counter en de bal ligt binnen. Dus dat is weer een counter of eruit gelopen worden. En daarna was het een bal op de zijkant waar gewoonlijk wij altijd heel veel druk ontwikkelen. En nu kon de man gewoon rustig de bal aannemen en binnen draaien en een steekbal verzorgen. Zulke goals krijgen wij normaal nooit tegen. Dus er zat iets niet goed. Ja, je zei het al, theoretische kans. Is dat dan een kwestie van zelf wedstrijden gaan winnen en hopen op misstapjes van de nummers 3 en 4 misschien? Nou, je moet alles winnen en dan moeten de uitslagen tussen de concurrenten onderling, die moeten gunstig zijn. En er moeten er één of twee een misstap maken en dan kan het eventueel nog, maar het wordt heel lastig. Ja, is maar eens de beker, hè, komende week. Komende week de beker tegen Eindhoven, ja, dat is ook een mooie prijs. Het is alleen jammer, kijk, we hebben het hele seizoen met 3-4 man van de beoogde basis gespeeld. Vandaag hadden we er eindelijk 6 na een hele lange tijd. En dan verwacht je dat het gaat gebeuren en juist nu we er 6 hebben, is het even minder. Even verwerken, opladen voor maandag voor die beker en die probeert te winnen. Dan sta je in de halve finale. En daarna gewoon goed blijven voetballen en hopen op misstappen.